Jullie hebben hem natuurlijk gezien, hè? Vandaag in Zeit. Ja, met het met de juffrouw een beetje zo in lingerie. Een beetje truttig toch wel, hè? Ja, want vroeger ging ze natuurlijk gewoon vol in de blote kont door het beeld heen. Maar goed, oké, dat is allemaal weer een beetje de tijd. En ik vond het oké dat ze dat gedaan hadden van VI, dat je de Jinek in de maling namen met die hele actie, met die Qatar en noem maar op, dat hele toneelstuk. En dat was allemaal tot je dienst. Maar goed, dan ontstaat er dus een enorme lacherige sfeer in die studio. Dat is begrijpelijk. Want daar gaat mevrouw in lingerie een beetje rondlopen stappen en noem maar op. En Giebel de Geitenstein en iedereen ha ha ha. En in dat hele gedoe is er één gozer. En die, ja, in het voorbijgaan, zij komt zo langs. Ze heeft zelf al een paar keer zo hup op die kont geslagen van hallo, kijk mij eens eventjes met mijn kont showen. En die komt langs en die gozer doet toek, zo, tegen die kont. Ja, ja, de bekende billentik, die deed hij, ja. Vroeger deed hij die anders gewoon in het voorbijlopen, deed hij gewoon even zelf soms tik. Hup, en dan liep je vrolijk door. En dan keken de dames om en dan gaven ze je een glimlach. En dat was het dan. Maar nu deed die gozer dat en die werd weggestuurd. Hij werd de studio uitgestuurd, vrienden. Ja, vanwege dit. En uitgerekend in het programma Vandaag Inside, die zo heel erg tegen het deugen zijn, hè, en politiek correct en al dat soort dingen meer, daar staan zij eigenlijk voor. En nou gaan zij, hoep, vanwege die ook opeens meelopen deugen. Dat is hier, dat is wat ik steeds noem, het nieuwe deugen. Die heeft dus nu ook een beetje daar voet aan de grond gekregen. Oh, dat is toch wel heel ernstig, vrienden. Ja, want die arme jongen die werd gelijk, oh, ik heb overal foto's op Twitter en zo. En met een vingertje erbij. En dat had hij nooit mogen doen. Nou, maak je niet druk, hoor. Als ik daar gezeten had, hey, beste vriend, tok had ik hem ook gedaan. Ja, 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 ja. Maak je geen zorgen. En VI, alsjeblieft, ga niet opeens lopen deugen.